Ik ga vandaag laten zien wat ik allemaal met Talien doe. En wie is Talien? Dat is die pony die daar staat. Kom maar mee. Oké. En waarom is het jouw wonderpony? Het is heel goed op elkaar rijden. En altijd gewoon lief is. Ze kan goed kusjes geven. Ze is gewoon heel bijzonder voor mij. En waarom is ze bijzonder? Weet ik niet. Weet je niet? Misschien moet je vertellen wat er met de pols gebeurd is. Ja, met Talien ben ik weer op ponies gaan rijden. Want ik heb mijn pols gebroken. Dat weten jullie waarschijnlijk wel. Toen ik weer op Talien reed, was het de allereerste keer dat ik weer op een pony reed. Talien is gewoon nergens bang voor en ze laat me ook niet zomaar afvallen. En ik heb ook een heel leuk halster voor Talien. Een pennymeisje met een pennyhalster. Ja, dan zal ik hem even omdoen en laat ik je zien hoe die eruit ziet. Zo. Zij ziet hier bijna uit, maar als ze oren naar boven doet, ziet ze er veel mooier uit. Wat ga je nu doen? Ik ga haar uit stal halen en poetsen. Dan ga ik in stal. Dan doe ik eerst het stalhalster om. Zij denkt eten. Dus ik krijg geen eten. Nee, Lien. Nee. Nee. Dus ik kan ook af en toe uitwijs zijn. Nu ga ik een fout krabben. Ja. Ik hoef alleen maar een seintje te geven. En dan gaat ze gelijk van ja, ik heb mijn hoeven worden gedaan. En ook met de achter. En dan die ook, en dat doe ik dan ook bij de andere hoeven. Oh, ik haal haar nu uit de box. En ik kan ook knappe trucjes met haar. Dan moet ik even aan deze kant lopen, dan moet ik deze zien. Even wachten. Ik heb de touw overhoog heen. Dat moet ik niet hier gaan doen, want anders blijft het niet. Laat ik het even met de touw los. En lopen ze met me mee. Zo is deze pony. Als we los gaan lopen, dan heb ik altijd het touw zo, dat je gewoon in één keer weer de touw kan pakken tot niet het eind van de touw aan de andere kant. Dan gaan we even op het bord schrijven, of poetsen, eerst even op het bord schrijven. En dan gaan ze in het bedrock. Liggen,
En ik wil gras eten, maar dat mag niet. Nee, kom zo dichterbij. Het is ook net alsof als ik een kus krijg, komt ze toch dichterbij. Hè? Bijna goed, alleen ben je vergeten de lus in de andere kant te leggen. Daar zit hij los, je moet hem eerst omheen slaan. Maak hem maar los. Ja. En dan doe je het touw eerst om de balk heen. Ja. En dan maak je de lus in dit stukje en dan ga je met die eroverheen. Ja, en die, juist. En hoe noem je dit? Paardenknoop. Paniekknoop, dat je hem in één keer los kan trekken. Ja. Hoef je alleen maar aan dit touwtje te trekken. Ja. Goed gedaan. Twee, blijf je even staan. Ik spiel op. Say you love, say you love, say you love me. Er geknuffeld worden, schat. Ja. Dit is de laatste dag dat ik iets met haar kan doen. Vind je het vervelend? Ja. Begrijp ik helemaal. Maar we gaan er wel nog een leuke dag van maken, toch? Ja. En ik ga ook een verrassingje doen. Wat dan? Dat is een verrassing voor jullie. Oeh, spannend. Ja, ik ga het met jou doen. Op de laatste dag is ook al, doe ik dat dan voor de tweede keer? Ja! Laatste keer op de lientje. Zaterdag gaat Alien naar een ander huisje, naar een ander meisje. Tess heeft het heel moeilijk, want het regent zoals je ziet. En in de binnenbak was het vol, dus was er geen mogelijkheid om even te rijden. Daarbij is ze natuurlijk toch wel heel verdrietig. Maar gelukkig, nu in de buitenbak, toch nog een laatste keer op Alien. Zoals Tess al zei, is Talien een wonderpony. Tess die was op een andere manege aan het rijden en de pony waar ze op zat, die sloeg op hol. Op een vreselijke manier, ze is toen echt heel erg gevallen, heeft haar pols gebroken. En de wiel om te rijden was er altijd wel daarna nog. Maar de week erop had ik er toch zover dat ze weer naar de les ging kijken. En vervolgens heeft een andere pony toen ook op hol geslagen. En toen was Tess toch wel heel bang geworden. De week daarna viel een pony dood neer in de les. Die heeft ze niet gezien, maar haar vriendinnetjes reden daar ook, dus wel alles erover gehoord. En dat was zeg maar het moment dat alles over was. Wilde ze eigenlijk niks meer. We waren toen wel weer zover gekregen dat ze op Verona wilde uitstappen. Het ging gelukkig steeds beter, tot aan zelfs dat ze los een rondje wilde stappen. Maar meer wilde en kon ze eigenlijk niet. Ze heeft zelfs een keer op Henia gezeten, een beetje gestapt, maar zag ze ook niet echt zitten. Toen kwam Talien en op Talientje heeft ze haar angsten overwonnen. Ik zal een stukje tussen zetten van gisteren, dan zie je dat ze zelfs met losse handen durft te galopperen. Ja. Dus Talien de wonnen pony die heeft er echt over haar angsten heen geholpen. Ze is nog steeds wel regelmatig echt wel bang voor dingen. Ze zit nu natuurlijk in de manegeles en daar rijdt ze dus op de manegepony om weer wat meer vertrouwen in alles te krijgen en wat handiger te worden natuurlijk. Dus de stappen voorwaarts die zijn er zeker. Maar Talien betekent gewoon heel veel voor haar. Talien is van Maaike. Maaike is inmiddels 1,70 meter. Dus Talien is een zeepony. Ze gaan nu naar een meisje. Die waarschijnlijk heel veel plezier van haar zal hebben. We zullen haar enorm missen.
Maar ze krijgt een goed huis. En dit is toch prachtig om te zien. Ze durft weer. Nou, fijn dat jullie hebben gekeken. Dit is de laatste dag dat ik op de meer heb gereden. Heel erg verdrietig, maar zo gaat het leven. Talien denkt, ik ga naar mijn stal, je zoekt het maar uit. Nou, bedankt voor het kijken. En dus doei!